Het parlement is vandaag gestart met de debatten over het initiatiefvoorstel voor wijziging van de wet op de staatsschuld. Daarnaast praat het college ook over de ontwerpwet tijdelijke voorzieningen voor de financiering van de staatsbegroting. Het initiatief komt van NDP-fractievoorzitter Amzat Abdul. Hij vindt dat de wet in zijn huidige vorm niet functioneert. Abdul zegt ook dat de schuldratio van Suriname nog redelijk goed is. Tijdens de openbare commissievergadering van vandaag hebben de parlementariërs hun zienswijze over het voorstel gegeven. Commissievoorzitter Ousmane Wangsa-Besari kan zich helemaal terugvinden in hetgeen Abdul stelt. Aanpassing van de wet is volgens hem noodzakelijk. Wangsa-Besari kreeg bijval van partijgenoot Jennifer Vreedzaam. Maar internationaal, voorzitter, zult u ook zelf merken dat strafbepalingen vooraf wat betreft deze wet, schuldenwet, voorzitter, dat die allemaal zijn afgeschaft internationaal. Waarom? Omdat nogmaals, jouw wetgeving moet dusdanig zijn geactualiseerd en ook in diezelfde wet, dat voordat het gebeurt feitelijk, de wet zelf moet voorzorg dragen dat dat niet gebeurt, voorzitter. Dus voorzitter, wanneer men zegt van ja, we geven een vrije brief aan de regering om te lenen, dat is niet waar. Het is niet zo, want de projecten zijn er al, voorzitter, en er moet getrokken worden. En, voorzitter, in de wet staat duidelijk, artikel 3, lid 5, dat er toestemming gevraagd moet worden, voorzitter, indien inderdaad wij dicht bij de grens liggen van het obligo-plafond. Commissieleden Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland kunnen zich echter niet terugvinden in de argumenten van het initiatiefvoorstel. Goedkeuring van dit initiatief is volgens hen een gevaar voor de economie van het land. De wetten zijn niet zomaar ontstaan. En ik heb een vorig lid allerlei zaken horen aangeven over een situatie creëren door de regering die ervoor was in 2002 om een lekker leventje te hebben enkele jaren. Maar voorzitter, als u een lekker leventje wil hebben, ga je geen wet invoeren waarbij de dreiging bestaat dat jij, jouw minister van Financiën, in het uiterste geval, vanwege de strafbepalingen die je opbrengt, vervolgbaar is. Dus die logica begrijp ik niet. Die regels zijn ingevoerd in 2002. En natuurlijk weten we dat die regels zijn ingevoerd omdat wij uit een situatie kwamen, en ik heb begrepen dat ook zelfs 1993, 92 is aangehaald, maar wij kwamen steeds uit een situatie waarbij er ongebreideld geleend werd. Met de aanname van dit initiatiefvoorstel wordt de wet een tandenloze tijger. De bittere lessen uit de jaren 80 en de tweede helft van de jaren 90 van de vorige eeuw is niet tot alle politici en politieke partijen doorgedrongen. We verkeren thans weer in een situatie waarbij wij het leven ondraaglijk zouden maken voor een groot deel van dit volk. Ronnie Brunswijk was dat en daarvoor Gregory Rusland. Het tweetal is tegen het initiatiefvoorstel om de wet op de staatsschuld te wijzigen. De wetswijziging is ingediend door NDP-fractievoorzitter Amzat Abdul.